De bekende Nederlandse grootgrutter De Gruiter bracht het snoepje van de week op de markt, waarbij men bij besteding van 5 gulden een verrassing voor de kinderen meekreeg. Deze reclameactie werd in 1948 bedacht, eigenlijk om de gigantische voorraden suiker weg te werken. De man achter die ontwerpen was Jan ten Bos, die vooral in de Sinterklaastijd zijn creativiteit botvierde met originele verrassingen. Er moest wat meer snoep verkocht worden. De snoep liep wat terug en een van de heren De Gruiter die kwam op het idee om daar een per week bij de boodschappen, bij een bepaalde aankoop, een rolletje snoep, drop of wat dan ook te geven. En zo ontstaat dan het snoepje van de week. En het mocht niet meer kosten in die tijd dan een goede halve cent tot een cent. Want anders dan werd de hele reclame te duur. In de jaren 50 en 60 waren die snoepjes mateloos populair. En miljoenen Nederlanders herinneren zich nog de winkels met hun luxueuze interieurs en de geur van vers gebrande koffie. Maar altijd werd er gezocht naar iets nieuws, iets anders. Iets wat de kinderen weer frappeerde. Slimme moeders kochten het befaamde snoepje met daarin de eenvoudige speeltjes. En hadden zo weer wat voor in de schoen. Met Sinterklaas, het Sinterklaas gebeuren is over het algemeen bij mij op de tekentafel gekomen. En heb ik me daarop gestort. Ik heb elk jaar deze boekjes getekend. Als ontwerper had je niet veel mogelijkheden op een stuk papier van, ik zou maar zeggen, 2 briefkaarten groot. Ja, ik ben blij dat ik ze weer eens terugzie. En al denkende elke keer aan een snoepje van de week, dan wat moet ik doen? En dan grijp je wel eens naar oude mogelijkheden die toch weer nieuw blijken te zijn als het uitgewerkt is. Ja, deze 3 die horen bij elkaar, dat is 1 jaar geweest, wat heel veel succes heeft gehad, dergelijke dingetjes. In de prentenboeken wordt het nog wel toegepast. Maar de moeilijkheid is om dit, om zo'n dingetje, voor een snoepje van de week, dwars op een velletje te krijgen, die stukjes er allemaal onder. De kinderen knipten dat dan uit en moesten dat dan in elkaar zetten. Oh ja, dit is weer een ander. Dit is op de Sint-Nicolaas op de daken. Hier ziet u het in elkaar. Ja, heel leuk dat ik dat weer zie. En ik denk ook dat een goed inzicht in het hele Sinterklaas gebeuren is geweest. Ik heb 8 kinderen. Daarop heb ik me kunnen botvieren en mijn inspiratie uit kunnen putten. Ja, en dan kom je tot een onuitputtelijke serie. Hier wat lichtere, wat geaquarelleerde Sinterklaasversjes. Het Sinterklaasfeest voor mezelf is altijd een heel groot en leuk gebeuren geweest. Maar dat komt natuurlijk helemaal omdat ik uit een groot gezin kom.